alleen maar zelfreds. De overheid hebben niet meer het gevoel hebben van we moeten van de bankiers hebben. Maar samen, vormen van samenredzaamheid is ons even een prachtig term. Ja, het is eigenlijk ook een soort kleine collectieve vorm van samenredzaamheid. Hier, deze trendwatchers. Esmee Schoenveld, de nieuwste aangifte. Ja, ik heb een quote die eigenlijk ingaat op alles wat hier net gezegd is. En dat is dat we nieuwe marketing en economieën creëren vanuit individuen, maar met elkaar. Oké, dankjewel. Ik ga er ook eventjes bij staan. Jongen, de Mirani. Ik zou zeggen het ontstijgen van ontgoocheling en het overwinnen van de paradoxen. Het ontstijgen van ontgoocheling, dankjewel. Dingen die we ze allemaal gehad hebben, behalve Richard zelf natuurlijk. Hey, jij zou direct natuurlijk ook. Ja, dat is waar. Ja. We gaan van groeiende economie naar balanseconomie. Van groeiende balanseconomie. En mijn vernieuwer van de trendreden zijn mijn buurman. Dat was ooit een loodgieter, is nu energiecoach geworden. Heeft helaas nog geen zonnepanelen op mijn huis gezet. Is ZZP'er en is eigenlijk voor mij het voorbeeld, het symbool van de trendreden. Omdat hij en de energietransformatie is en de transformatie van de welvaartsstaat. Want hij betaalt zijn eigen schulden. Dat was hem eigenlijk. En dit is het moment voor dat foto. Moment, we moeten even indikken voor de foto, denk ik. Kijk, zo'n fotomoment is ook een soundbite natuurlijk, hè? Ja. Hou de trendreden even voor. Oh ja, trendreden. Is dat de nieuwe Richard of is de oude nog? Het is de nieuwe. Ja, oké, goed zo. Ja, fijn. Oké, hartelijk dank. Gaan we zitten. Richard, dankjewel. Goed, we zijn zover, zeg ik dan maar. De toeters en bellen hebben we gehad. Dan kunnen we nu echt inhoudelijk verder gaan. Met drie van de trendwatchers die dat voordragen. Dat gaat altijd heel soepel in de loop van het jaar. Komt vanzelf bovendrijven wie het leuk vindt om het dit jaar te doen. We eindigen straks met Christine Bolland. Dus die kan nog even rustig de tekst doornemen. Dat geldt ook voor Tom Kniesmeijer. En we beginnen met Mirjelou Widmer. Zit het een beetje lekker? Ja? Ja, je zegt wel van... het is wel een aanrader. Goed, gaan we het serieus even plechtig stilmaken. Luister mee. Twitter mee als je het leuk vindt. Trendreden is de hashtag dus. Maar vooral voor zo direct, dan gaat Marcel u eens even ondervragen van nou, wat is nou blijven hangen? Wat is leuk? Waar kun je iets mee? Of misschien hebben we een kritisch opbouwende vraag dat je denkt, ja, dat wil ik nog wel even weten nu we ze toch bij elkaar hebben. Dus luister op die manier rustig mee naar de trendreden. Succes! Dames en heren, ik ga met de deur in huis vallen. Die Maya's, die hadden gelijk. De wereld vergaat. Het is maar dat je het even weet. Er is niet alleen sprake van een economische crisis. Laten we vooral de politieke, de ecologische, de demografische en de sociaal-politieke crisis niet vergeten. En ze versterken elkaar nog. Logisch dat vrijwel alle systemen wankelen. Of we het nu hebben over de manier waarop we onderwijs, woningbouw of zorg organiseren, de realiteit van de afgelopen jaren slaat diepe wonden. Restauratie van het ontspoorde verleden lukt niet. Toch blijven we fanatiek pleisters plakken. We zijn verslaafd. Systeemverslaafd. En zoals bij iedere menselijke verslaving zorgen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid ervoor dat het afkicken heel erg lang duurt. Verlangt u nu nog naar het warme bad van het verleden? Dan krijgt u de koude douche van de toekomst. De kalender van het oude loopt ten einde en gelukkig maar. Dat schept ruimte voor de nieuwe tijd. Welkom in 2013. Het jaar waarin we overal in de samenleving gaan werken aan de fundamenten van een nieuwe wereld. In vorige versies van de trendreden beschreven we hoe Nederland zich terugtrok. Aan weerszijden van een kloof van wantrouwen. Om ons tegen bekende en onbekende gevaren en vooral tegen elkaar te beschermen, timmeren we nog steeds het maatschappelijk verkeer dicht met controleprotocollen. Het aantal in een jaar aangenomen regels op Europees niveau daalt met 30%, maar in Nederland stijgt het met ruim 20%.
Onze systeemverslaving dwingt ons tot kaderen, beheersen, inperken en controleren. Het resultaat is dat we afhankelijk worden van de meetinstrumenten die we zelf creëren. De werkelijkheid dient zich aan te passen aan de modellen die we ervoor ontwikkeld hebben. Ratelen de computers van kredietbeoordelers, dan siddert ons parlement. We bijten daarmee in onze eigen staart. We eisen meer blauw op straat, maar vertrouwen de individuele agent zo slecht dat we hem dwingen zijn tijd te vullen met verantwoordingsformulieren. We bedenken normen om hogescholen af te rekenen op resultaat. En dan verbazen we ons erover dat er precies voldoende studenten afstuderen om de geldstroom in stand te houden. Controle op controle wordt er gestapeld en nog blijkt er geen systeem de boekhoudkundige creativiteit van individuen aan te kunnen. Een samenleving die eerlijkheid afdwingt met controle, die verdrinkt in frauduleuze data. De ontgoocheling is op dit moment groot. Wat is waar en wat is leugen? Wie durft nog een beslissing te nemen wanneer zelfs de meest basale data en de instanties die ze leveren niet te vertrouwen zijn? Erger nog dan een economische crisis is een sociale crisis. Een beschaving die faalt wordt pas echt onbetaalbaar. De deskundigen die doen aan touwtrekken op niveau. Stappen we uit de bestaande financiële en economische systemen, dan gaan we ten onder. Houden we eraan vast, dan gaan we misschien ook ten onder. Steeds harder aan beide kanten trekken is niet de oplossing. De enige uitweg is om het touw los te laten. Deze tijd, vinden wij, vraagt om een nieuwe taal die momentum geeft aan de revolutie die toch in de lucht hangt. Wat zeggen populaire termen als meten is weten, of over je schaduw heen stappen, over de richting die we inslaan met onze samenleving? Willen we echt alleen maar weten wat we kunnen meten? En als we over onze schaduw heen stappen, staan we dan weer in de zon? Wat betekenen woorden als vrijheid, individualisme, solidariteit, gemeenschap of duurzaamheid? Wat betekent dat nog in deze tijd? En waar liggen de grenzen die wij Nederland noemen? Nu blijkt dat we aan de ene kant afhankelijk zijn van de landen om ons heen en aan de andere kant aan de grenzeloze macht van Google, Facebook, Apple, die in hun eentje de economie van een middelgroot land overstijgen. Bas Heijnen schreef dit voorjaar in een column voor NRC Handelsblad dat we bewegen van een marktmoraal naar een publieke moraal. Die nieuwe publieke moraal stelt dat eisen aan de samenleving ook eisen aan jezelf inhouden. De tijd van het grote ik ligt achter ons. En daarmee de tijd van de onderlinge krachtmeting. Streven we individueel doorlopend naar meer, dan eindigen we collectief met minder. De crisis dwingt ons en de tijdgeest noopt ons tot een verrassende combinatie van zelfrelativering en zelfversterking. Ik ben maar een individu. Ik ben niet in mijn eentje de samenleving. Maar alles wat ik doe, draagt bij aan de maatschappij. En belangrijk ook, alles wat ik niet doe, wordt de gemeenschap onthouden. We krijgen aandacht voor de samenhang en gaan onze individuele kracht zien als onderdeel van een groter geheel. Wij voorspellen een periode van ons systematisering. We moeten Nederland opnieuw organiseren. Nu bevinden we ons in een systeemvacuüm. Die oude weg loopt dood. Maar de nieuwe wegen zijn nog ongeplaveid. Wie hoopt op een charismatische voorganger die ons een nieuwe wereld binnenleidt, mist de revolutie die zich in stilte vertrekt. De katalysator waar we naar zoeken, komt niet voort uit die oude instituten. Wie oog heeft voor die kleine beweging, ziet hoe een nieuwe wereld zich opbouwt. De burger vormt in toenemende mate zijn eigen regering. De katalysator van de omslag, dat zijn we zelf. We leggen fundamenten voor een nieuwe wereld door focus op zaken die we willen begrijpen, kunnen vastgrijpen en durven vertrouwen. Vorig jaar introduceerden we de burger van Stavast.
Hij trekt niet te strijden tegen die systemen die in zijn ogen vastlopen. Hij reikt zijn eigen waarden en behoeften en slaat vervolgens zijn eigen richting in. De uitspraak, ik zeg wat ik hoop en ik doe wat ik kan, resoneert sterk. De samenleving loopt over van individuen die zich verenigen om bedreigde zaken te behouden of nieuwe behoeften invulling te geven. En dat is een belangrijk teken van deze tijd. Het is bemoedigend dat de overheid de oplevende activiteit in de samenleving opmerkt. Op 8 oktober namelijk start in Den Haag Kracht in Nederland. Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de veerkracht in de samenleving en de economie professioneel en structureel zichtbaar wil maken. Aanmoedigen en verbinden. Er is hoop. Als de crisis van dit moment het vrije individu één ding heeft geleerd, dan is het dat volkomen vrijheid een illusie is. En dat we afhankelijker zijn van elkaar dan dat we dachten. En misschien hoopt. Zonder omgeving is niemand iemand. Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst introduceerde de term, het werd al gezegd, samenredzaamheid. We gaan op zoek naar onze unieke betekenis binnen de verbanden waarin we nu leven. We delen, we willen de relatie zien tussen het werk dat we doen en de anderen en wat de anderen daarvan merken. Een schakel zijn tussen wens aan de ene kant en de werkelijkheid aan de andere kant. We bewegen zo van het ik naar het gelegenheidswij. De burger van Stavast wil zich binnen een cirkel van vertrouwen nuttig maken voor het geheel. Dat betekent het einde van de krachtmeting en het begin van de krachtmeeting. Gezamenlijk een krachtige impuls geven aan een probleem. Iets opbouwen, iets ondersteunen. En wanneer het doel bereikt is, zwermt iedereen uit. Die gelegenheidswij is zichtbaar in een oneindige rij nieuwe burgerinitiatieven. Zo bundelt G500 dit jaar de individuele stem van jongeren om invloed uit te oefenen op de partijcongressen. En samen staan we sterk bij het inkopen van vakanties, de aankoop van energie, het dragen van het risico van arbeidsongeschiktheid en het opruimen van afval. De plofklip verdwijnt uit de supermarkten door een gerichte bundeling van acties. Online platform Flow2 brengt in de zakelijke wereld tijdelijke tekorten en overschotten in bedrijfsmaterieel bij elkaar en reduceert daarmee de noodzaak voor grote individuele investeringen. En zo kan je doorgaan. Al deze initiatieven herdefiniëren de maatschappelijke orde. Delen is vermenigvuldigen. Mensen zijn socialer dan dat ze dachten en delen enthousiast hun individuele kracht met hun omgeving. Op dit moment worden overal in Nederland de fundamenten voor een nieuwe wereld gelegd. In de barsten van het oude bloeit het nieuwe. We hebben genoeg van ruziende politici en graaiende managers. En bovenal hebben we genoeg van de landlendigheid om ons heen. Ieder afkikproces kent ontwinningsverschijnselen en het oude vecht terug. Maar het nieuwe pad is ingeslagen. Na het opmerken van het gemis gaan we werken met wat er is. De katalysator van een nieuwe wereld blijken we dus zelf te zijn. In de toekomst draait het minder om die individuele macht en meer om gebundelde kracht. Nederland organiseert zich opnieuw in het gelegenheidswij. Met gelijkgestemden bouwen aan structuren die de bestaande irrelevant zullen maken. Over die bouwstenen en de dynamische samenhang van die nieuwe wereld vertellen Tom Kniesmeijer en Christine Boland. Ik geef nu het woord aan Tom. Wat moet ik nog zeggen? Mijn deel gaat over de schatkamer van data en aandacht. Geld en groei waren de focuspunten van de afgelopen decennia. Eerst als kans, de laatste jaren vooral als dreiging. Steeds opnieuw maken we kortsluiting. Hoe we ook de draadjes aan elkaar knopen,
de financiële lamp wil niet meer branden. Gelukkig brengt iedere crisis zijn eigen creativiteit voort. Nu we op geld niet langer kunnen rekenen, blijkt er een overvloed aan alternatieve ruilmiddelen te zijn. Er zijn transition towns en lokale economische transactiesystemen. Timebank ruilt spullen tegen gewerkte tijd en doe-het-niet-zelfdag is één van de vele concepten waarbij mensen diensten ruilen. Tijd, aandacht, ideeën, energie en kennis zijn gepromoveerd tot bouwstenen van een nieuwe wereld. We geven aandacht en we krijgen data. En we krijgen aandacht wanneer we bereid zijn data te geven. Eerder dan om geld schreeuwt de toekomst om aandacht. Nadat we jaren gedreven werden door een ongebreidelde zucht naar meer, volgt nu de tijd van het geconcentreerde streven naar minder. Het grote te veel te vaak breekt ons op. Alle opgetelde ongelimiteerde verlangens verscheuren niet alleen onszelf, maar ook de samenleving. We willen niet langer meer, we willen beter. En minder kan beter zijn. Alles wat te groot wordt, verliest samenhang en dus kracht. Een recente reclame van Triodos Bank stelt het als volgt. De macht is niet meer aan groot, de kracht is aan klein. Er ontstaat een nieuwe balans tussen wat groeit en wat krimpt. De overvloedige kracht van het kleine vervangt de uitgemolken macht van het grote. En we zetten de ontwikkeling in van groeieconomie naar balanseconomie. Wanneer ons levenspeil stopt met groeien, houdt daarmee het leven zelf nog niet op. Nu we niet langer naar buiten kunnen groeien, gaan we van binnen groeien. Daar valt nog flinke winst te behalen. Zelfsturing in sociale samenhang is de krachtige motor achter maatschappelijke vernieuwing. We willen regels alleen volgen wanneer ze passen bij onze intrinsieke motivatie. Nieuwe maatschappelijke en commerciële initiatieven bouwen op die eigen kracht van mensen. Bij buurtzorg bijvoorbeeld werken na 6 jaar reeds 5500 thuiszorgers in kleine, autonome teams. Er is geen management, alleen een aantal coaches en een heel geavanceerd IT-systeem. De oprichter van buurtzorg, Jos de Blok, zegt daarover: je moet het zelforganiserend vermogen van je medewerkers benutten, in plaats van ze voor de voeten te lopen. Vraag je mensen hoe ze hun eigen werk beter kunnen doen. Ook de eigen krachtcentrales floreren overal in het land. Het idee daarachter is: iedereen kan zelf de regie houden over zijn leven. Niet langer zetten we tot 12 verschillende hulpverleners op het spoor van een probleemgezin. In plaats daarvan wordt het sociale netwerk ingezet om met verenigde kracht ondersteuning te bieden. We ons systematiseren en organiseren onszelf opnieuw. Omdat versterking van de zwakste schakel het leven voor iedereen binnen de keten prettiger maakt. Ons individuele geluk hangt samen met de cirkels van vertrouwen om ons heen. De nieuwe wereld is er een van opwekken in plaats van onttrekken. We hebben te lang grootschalig geoogst, de tijd is aan het gerichte zaaien. Texel wil op het gebied van energie zelfvoorzienend zijn in 2020. En door het gehele land worden er nieuwe coöperaties opgezet. Samen energie produceren in plaats van consumeren. Samen een bedrijfspand ombouwen tot woningen of zelfs een kas. Samen diensten ruilen met gesloten portemonnee. Er zijn inmiddels al zo'n 300 initiatieven in Nederland voor decentrale duurzame energieopwekking. 300. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet die trend. Zij zeggen: er is een derde veld ontstaan van maatschappelijke initiatieven waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om een bepaald doel na te streven. Bedrijven en organisaties die durven aan te sluiten bij één van de vele gerichte initiatieven tot nieuwe maatschappelijke bloei, hebben de toekomst. Nu zin geven betekent namelijk later winst nemen. De aandacht voor de oorsprong van voedsel en gebruiksvoorwerpen neemt toe. We willen het productieproces opnieuw vormgeven. Het aantal bewerkingen verkleinen, bijvoorbeeld op een mobiele telefoon. Zo blijven we de oorsprong herkennen in het eindproduct. En daarmee de intrinsieke kracht ervan. De roep om ambachtslieden klinkt dan ook luid. Of we het nu hebben over meubels, mode of over zorgverlening, er is behoefte aan toegewijde makers. Tijdens de Olympische Spelen toonde Epke Sonderland hoe de combinatie van talent en toewijding tot een nieuw niveau van vakmanschap kan leiden. Commentator Hans van Zetten omlijstte zijn gouden medaille met een verhaal over de kracht van toegewijde aandacht. Jongetjes van Nederland, het kan dus!
Ga aan het werk, ga aan de slag, stel een doel. Ook hij ontroerde menigeen met zijn toegewijde aandacht. De krachtige combinatie van aandacht en data zorgt voor een periode van nieuwe alchemie. Vanuit de vrije datastroom creëren we het nieuwe goud. Er is een wereld te winnen door data op een nieuwe manier aan elkaar te koppelen. Zo ontwikkelde een 15-jarig jongetje een goedkope en effectieve test op alvleesklierkanker. Door tijdens zijn biologieles gewoon wat te googelen. En hoogleraar Gert Westert doet onderzoek naar de grote praktijkvariatie in zorgbehandelingen. Als we zorgdata op de juiste manier kunnen koppelen, dan worden mensen behoed voor overbodige behandelingen en neemt de verspilling van uren en geld zienderoog af. En dat opent een mooie toekomst. In die toekomst krijgen we een proactief bericht van onze specialist. Alles wijst erop dat u binnen een half uur een hartaanval krijgt. Neem de rode pil uit uw noodpakketje. Een ambulance is al onderweg. Dankzij real-time dataverversing begrijpen we onszelf beter en sturen we ongewenste ontwikkelingen snel bij. Maar ook knagende twijfel valt ons ten deel. Hoe weten we immers zeker dat we niet een brokje cruciale data missen? We bevinden ons in een overgangsfase. Hoewel de mogelijkheden van de snelstromende datazee eindeloos zijn, kent ons brein voorlopig nog zijn beperkingen. Een wereld waarin we online met de werkelijkheid zijn, vergt een nieuwe etikette. In het nieuwe normaal vormt offline een time-out van het always on. We betalen met aandacht. En daarmee wordt rust een luxegoed. De twitterloze maaltijd en de mobieltjesvrije restauranttafel doen een intrede. In het onderwijs leidt het tot meditatieklassen en lessen in het negeren van anderen. Software gaat de troebele datazee filteren tot schone informatie die ons precies bereikt waar en wanneer we er behoefte aan hebben. Data voegen immers de meeste waarde toe wanneer ze vrijelijk kunnen stromen. Maar wij willen niet verdrinken. We leren dus zwemmen. Volwassen wetenschappers spelen al met nanolego. Door de kleinste bouwsteentjes anders in elkaar te passen, ontstaan de vormen van de toekomst. De medische wetenschap kijkt hoopvol naar medicijnen die een gezwel heel gericht bestrijden. En binnenkort serveren we elkaar nanonaise bij de frietjes. Vetarm en toch romig. Ons t-shirt houdt ons online en we bouwen ramen en muren van ultradun plastic dat sterker is dan staal. Wat we gaan doen is de wereld opnieuw opbouwen vanaf de nanoschaal. Dat geeft economische innovatie eenzelfde impuls als de ontdekking van het internet. We staan dus nog maar aan het begin van de data-economie, waarin dataproducenten via databanken dataderivaten gaan verkopen. En wij vertellen u vast, het nieuwe Goldman Sachs is een datahandelaar. En waar data verhandeld worden, liggen speculatie en fraude ook alvast op de loer. Wij voorspellen dus vast enthousiast dat we voor 2030 een nieuwe crisis zullen meemaken, maar dan een datacrisis. De komende jaren echter spelen we vol vreugde in de databak. En daar bouwen we aan een geheel nieuwe wereld. De conclusie. De revolutie start dit keer niet met grote gebaren, maar vanuit individueel vakmanschap en zelfsturing. We creëren nieuwe waarden door ofwel langzaam en met aandacht te leven en te werken, ofwel door de snelheid van technologie zijn werk te laten doen. In het nieuwe denken domineert niet langer productie, groei en winst, maar de kracht van data en aandacht. In de toekomst moeten en kunnen we tegelijkertijd snel en langzaam denken. We sluiten dit tweede deel optimistisch af. Zetten we allemaal vanuit onszelf die kleine stap, dan gaan we gezamenlijk met een grote sprong de toekomst in. Het woord is aan Christine Boland, die het gaat vertellen. Over de dynamische samenhang der dingen. De dynamische samenhang der dingen. We keren ons af van het anonieme, grootschalige economische systeem, maar investeren volop in de lokale bloeieconomie. In het kleine hervinden we houvast en vertrouwen. Op lokale schaal durven we te bouwen. Klein is iets anders dan simpel.
We zijn klaar met de simplificatie van ons leven, zoals de media die nu nog vieren. De standaard interviewvraag, kunt u het probleem in 2 zinnen samenvatten, begint te irriteren. Het aanwijzen van een gemakkelijke zondebok betekent dat we niet dieper willen graven naar complexere oorzaken. Of we het nu over het milieuprobleem spreken, de eurocrisis of de zorgkosten. De waarheid past al lang niet meer, het is al gezegd, in 140 tekens. En zelfs niet op 1 A4'tje. Langzaam sijpelt het besef door dat versimpeling ons niet de oplossing brengt voor de grote problemen van vandaag. We moeten zowel inzoomen als uitzoomen. We zoomen in tot we de kleinste schakel vinden om van daaruit de gehele keten opnieuw op te bouwen. En we zoomen uit, net zo lang, totdat een samenhang helder wordt. En die samenhang der dingen gaan we vieren. De kracht van de kleinste schakel. Wat we zien is een omslag van gedachteloos consumeren naar betekenisvol creëren. Wij voorspellen voor de komende jaren dat de economie in het teken komt te staan van de kracht van de kleinste schakel. De kracht ligt in de analyse van de details en van de precieze structuur van complexe systemen. Daarmee worden de individuele mogelijkheden en kansen ontleed en gegrepen. Nieuwe systemen worden nu al overal opgebouwd. Nu nog hebben we de zuil van de zorg, de zuil van de financiën en de zuil van de politiek. Het kan anders. De kleinste schakels gaan zich de komende jaren anders samenvoegen en anders verbinden. Zo wrikken ze de grote systemen los uit hun comfortabele machtspositie. Ouderen beginnen een zorgcoöperatie en houden elkaar zo lang mogelijk weg uit het verzorgingstehuis. Zelfstandige professionals organiseren gezamenlijk de inkoop of verenigen zich in broodfondsen. En microkredieten leveren maximale opbrengsten op. Het systeem kantelt, doordat de kleinste schakels in kracht ontdekt en daarmee de hele keten wijzigt. Scheidslijnen verdwijnen. De kwantummechanica leert ons dat één deeltje zich tegelijkertijd op meerdere plaatsen kan bevinden. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. De toekomst vraagt van ons de vaardigheid om een kans of probleem tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven te bekijken. We gaan de verschillende dimensies van de realiteit onderzoeken. Jongeren leven al in zo'n multidimensionale realiteit. Ze switchen zonder erbij na te denken van een gesprek op het schoolplein naar Facebook, Twitter en WhatsApp en weer terug. Ze maken zich niet druk over de scheidslijn tussen individu en virtividu. Je kunt beide gelijk zijn. Ze zijn niet meer online of offline, maar voortdurend inline. Oude scheidslijnen verdwijnen wanneer we er bovenuit stijgen en de samenhang gaan zien. Bestuurders die nog geloven dat de economie een recht pad beloopt van A naar B, of dat er een lineair verband ligt tussen probleem en oplossing, ze worden zeldzaam. Het menselijk pad is grillig en eerder circulair dan rechtstreeks. Er zijn bij grote problemen nu eenmaal mitsen, marges en maren. En de keiharde controle zijn we kwijt en dat is wennen. De toekomst is aan de dynamische samenhang. Alles is met alles verbonden in steeds wisselende constellaties. Aan ons de taak de complexe relaties binnen snel veranderende omstandigheden te doorgronden en onze koers al lopende te herijken. Wij signaleren een gedeeld verlangen om naar een hoger niveau van overzicht te komen. Zo lijkt bijvoorbeeld de simpliciteit van het digitale tijdperk achterhaald. De toekomst is aan holistische computers. Onderzoekers van TU Delft ontdekten het Majorana-deeltje. Daarmee kunnen computers ook met waardes tussen 0 en 1 rekenen en dus fijnmaziger en ronder denken. We hebben dan wel nieuwe programmeurs nodig. Laten we ze fine-tune nerds noemen. Nerds die gevoelig genoeg zijn om de computerknop heel precies in te stellen. De natuur als inspiratie. De natuur heeft miljoenen jaren ervaring in adaptatie, evenwicht en samenhang. De oudste ecosystemen inspireren op dit moment de nieuwste toepassingen. De complexe bouwstructuur van een termietenheuvel bijvoorbeeld inspireerde architect Mick Pierce tot een winkelcentrum in Harare waarvoor airconditioning nog verwarming nodig is. De haai leverde inspiratie voor snelle zwempakken en de lotusbloem voor vuilafstotende verf. In iedere millimeter aardoppervlak of mensenhuid valt een complete wereld te ontdekken.
De aandacht voor die kleine werelden brengt ons beetje bij beetje tot begrip van de grootste samenhang. Floreren in dynamische samenhang. Het kleine onderzoeken om de grote samenhang te bevatten, dat is de innovatieve opdracht voor de toekomst. De wereld is een complex systeem en wij vormen daar een minuscuul, doch even complex onderdeel van. Alle beslissingen die wij dagelijks nemen, tellen bij elkaar op tot wereldgebeurtenissen. Zo melden de media dat ons pensioengeld belegd wordt in communicatieapparatuur die ook aan dictators geleverd wordt. En dat terwijl wij hoofdschuddend kijken naar de gruwelijke beelden van opgestapelde lijken in Damascus. Op onze nieuwe iPad retweeten we een boos bericht over de erbarmelijke werkomstandigheden, waaronder ook die van ons gemaakt is. Henry Ford zei bijna al een eeuw geleden: het is maar goed dat de mensen in het land ons bank- en geldsysteem niet begrijpen, want als ze dat wel zouden doen, geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou uitbreken. De zoektocht naar de samenhang der dingen boeit ons steeds meer. Het televisieprogramma De Slag om Nederland probeert de keten van beslissingen rondom de infrastructuur te achterhalen. Wie bepaalt precies wat, waar en hoe gebouwd wordt en hoe lopen de financiële lijnen? De Volkskrant introduceerde kort geleden het katern Vonk, dat op dezelfde manier beslissingsketens gaat onderzoeken, ontleden en beschrijven. Iedere keten, hoe ingewikkeld ook, heeft een instap- en een uitstapmoment. Hebben we een essentieel schakeltje te pakken, dan is de vraag: houden we eraan vast of durven we los te laten en te kiezen voor iets nieuws? Steeds meer mensen kiezen voor alternatieve schakels. Als banken geen geld uitlenen, richten bedrijven onderling een kredietunie op. En buurtgenoten lenen elkaar hun auto uit via Snapcar. We gaan niet terug naar de tijd van betuttelende sociale controle. Maar binnen de zelfgekozen keten waarin we wonen, werken en leven, floreren we in dynamische samenhang. Van lineair naar circulair denken. Honderden jaren geleden kwamen we erachter dat de aarde niet plat is. Nu eindigt het tijdperk van het lineair denken. De rechte weg tussen investering en winst wordt geblokkeerd door AVA's, Twitter en ons eigen geweten. Iedere stap die we zetten als mens of als bedrijf heeft gevolgen. We leren langzaam om het grotere plaatje, de complete cirkel, bij ons besluit te betrekken. De term holisme werd gekaapt door de esoterische wereld, maar maakt nu een comeback in de managementliteratuur. Het cradle-to-cradle denken heeft al brede navolging gevonden. Op het terrein van voedselvoorziening ontstaan overal initiatieven die de verspilling binnen de keten minimaliseren. De voedselketen wordt slimmer, schoner en gezonder. Lokale productie blijft steeds vaker een rendabel en gewaardeerd alternatief. Restaurants halen hun groenten en kruiden uit eigen tuin of kas. Thuiskoks koken voor hun buren via thuisafgehaald.nl. Taste the Waste duikt in onze kolossale voedselafvalberg en probeert er nieuwe waarden uit te halen. Het circulair denken levert ook binnen de energieketen nieuwe diensten op. Deze nemen de energielasten van bijvoorbeeld zwembaden over, werken de verspilling weg en verdienen zo zichzelf terug. De organisatie van de samenleving verandert. Mobiliteit betekent straks kiezen voor het stapelen van persoonlijke modules. Stadsauto, openbaar vervoer, fiets en vakantieauto in één vervoerspakket. Ook het onderwijssysteem zal het lineaire denken, waarbij leerlingen door een pijpleiding naar de uitgangsstromen gaan doorbreken. En zelfs de belastingen zullen zich aan het ketendenken gaan aanpassen. Dat wat we inbrengen in de keten zou niet belast mogen worden, alleen dat wat we eruit halen. Steeds vaker zullen we gaan betalen voor de grondstoffen die we verspillen. Een afvalquotum per persoon zou kunnen bijdragen aan bewuster consumeren. Loonbelasting zou zo voor een deel vervangen kunnen worden door grondstof, energie en afvalbelasting. Over de koersmotivator, de datapiloot en holistiek management. De grote complexiteit van het circulair denken vereist nieuwe vaardigheden. We gaan leren de koers uit onszelf te halen. Wie blijft benchmarken verdrinkt in de datazee. Dat geldt voor mensen en bedrijven. En voor Nederland. Wij zien derhalve de opkomst van drie belangrijke nieuwe beroepen. De koersmotivator. De koersmotivator bewaakt de essentie van de organisatie en verbindt de individuele drijfveren van werknemers met de collectieve identiteit.
zodat ze ook bij continu wijzigende omstandigheden zelfstandig vanuit die identiteit kunnen blijven werken. De datapiloot. De datapiloot overziet de datazee en bepaalt op basis van real-time analyse de optimale koers van het moment. De beste datapiloot zou wel eens een computer kunnen zijn. Software is gewoonweg beter in de snelle analyse van kleine omgevingsvariabelen en de berekening van de gevolgen voor de koers. In de Verenigde Staten is al software ontwikkeld die een rechter kan vervangen. Als derde nieuwe beroep dragen we de holistiek manager aan. Waar de logistiek manager het productieproces stroomlijnt, zoekt de holistiek manager juist de complexiteit op. Hij vertaalt de dynamische samenhang van de buitenwereld naar de eigen organisatie en waakt voor versimpeling en verstarring. Wanneer werknemers zich te veel op het korte termijn eigen belang richten, herinnert de holistiek manager ze opnieuw aan het collectieve belang. Deze drie beroepen staan symbool voor een toekomst waarin we onze unieke kracht kennen, de grote samenhang zien en daartussen flexibel kunnen bewegen. We vervangen langzamerhand onze oude modellen door nieuw denken. We zijn op weg naar een tijdperk van dynamische samenhang, waarbinnen holistiek managers en datapiloten ons richting geven, waarin circulair het nieuwe lineair is en waarin de kracht van de kleinste schakel bepaalt hoe de keten groeit. Om in die toekomst te functioneren, moeten we in staat zijn om de realiteit tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Enerzijds geldt dat als we ver genoeg uitzoomen, er altijd een patroon verschijnt waaruit conclusies te trekken zijn, en anderzijds moeten we terug naar de kleinste essentie om daar de elementen te ontdekken waarmee we die nieuwe samenhang creëren. De leiders van de toekomst zullen zijn als Dorian van Rijsselbergen. Reageren op alle parameters om je heen. Flexibel inspelen op kansen en bedreigingen. Meeveren met de wind. Meedeinen met de golven. En toch als eerste de finish bereiken. Wie die complexiteit aan kan, heeft letterlijk goud in handen. Wat we nodig hebben in Nederland is een ruimere blik en de wil om vooruit te gaan. Wij zien het overal broeien in Nederland. Laten we doodlopende paden verlaten en nieuwe wegen inslaan. We houden een warm pleidooi voor het idee van zelfsturing binnen samenhang. Voor langzame aandacht en snelle technologie. Maar vooral voor optimisme. We roepen 2013 uit tot het eerste jaar van een nieuwe jaartelling. Dank u voor uw aandacht. Dank jullie wel, trendredenaar, voor het uitspreken van de trendreden 2013. We zijn ondertussen trending topic geworden. Dat is mooi natuurlijk. We willen niet alleen meer, we willen niet meer meer, we willen beter. Maar dat trending topic is natuurlijk een hele mooie. Dus ga ermee door. Ik wil even een korte scan doen door de zaal. Want we hebben nu de trendwatchers op het podium, die hebben we gehad. Maar nu wil ik aan u, de trendwatchers in de zaal, want u bent eigenlijk ook al een koersmotivator in uw eigen cirkel van vertrouwen. Even van u weten, wat is uw eerste reactie? Klinkt als een logisch verhaal. Het nieuwe goud. Het nieuwe goud? Ja, wat nieuwe goud, wat is dat volgens u? Nou, ik vertaal het als de attitude van Brian. Attitude van breien. Wat betekent dat, attitude van breien? Ontbreien. Dat je dus niet alleen maar lineair denkt, maar circulair denkt. En dan heel praktisch breien. Praktisch breien. Dat is de conclusie uit de trendreden 2013. Ik vond de gedachte van ik naar gelegenheidsbreien, vond ik heel mooi. Pas je zelf ook toe? Ja, nee, zeker. Ja. Bij mij is blijven hangen de kracht van de kleinste schakel. Vond ik echt een hele mooie. En al die initiatieven die er eigenlijk al zijn, nu zo mooi samen gepresenteerd. Fenomenaal eigenlijk, hè? Wat er al gebeurt daarbuiten, wat je eigenlijk niet zo in samenhang ziet en bam, dan komt het toch opeens is het er. Ja, zeer inspirerend. Ik hoop ook dat die nieuwe wereld verbonden wordt met die oude wereld en dat je die kritische massa kunt bereiken om de werkelijke verandering tot stand te brengen. Hey, Marcel, maar hier ben ik. Ik was van boven, ik sta achter je. Weet je wie dit is? Ik ben Eibeltje Berkmoes. Ik ben kamerlid van de VVD. En ik doe een inspiratietour om de nieuwe wereld in verband te brengen met de oude wereld waarin ik me nu bevind.
En ik merk dat ik als kleine Benjamin van de Tweede Kamerfractie zit pas vanaf november 2011 in de Kamer. Ik nog heerlijk geruisloos kan ronddwalen en kan, mij kan verwonderen. En ik absorbeer dit als een spons. Heerlijk is dit. Oké, okay, ik hoor van uw achter dat eindeloos ronddwalen is nu over. Want we hebben het te pakken. Zijn er nog andere politici? Dank u wel. Zijn er nog andere politici in de zaal? Ja? Kijk, ben ik benieuwd. Dus hebt toch je inspiratie? Ja, ik ben Leo, ik ben Leo Zonneveld van Partij van Mens en Spirit. Wat mij betreft is dit dus een voorbeeld van waar het kleine tot z'n recht gaat komen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat er systemen onder de loep worden genomen via het circulaire denken. Terwijl dat voor mijn gevoel compleet ontbreekt in de huidige politiek. Okay. Ja, dus ik weet niet in welke mate jullie al bekend zijn met het programma. Lukt het nog eens downloaden? Dat kunnen jullie downloaden. Het ziet er ook fantastisch uit op themaniveau op de website. En ik zou echt zeggen van, zorg ervoor dat jullie allemaal bewust zijn van het feit dat klein dus niet zwak is, zoals in de media wordt gezegd, maar zoals hier ook bevestigd, klein is heel erg sterk. Oké, okay, dank u wel. Klein is heel erg sterk. Wat is bij jou overgebleven? Nou, ik sluit me daarbij wel bij aan, maar ook met name je eigen verantwoordelijkheid nemen. Je eigen verantwoordelijkheid nemen. Opwekken in plaats van onttrekken, vond ik erg mooi geformuleerd. Ja. Hoe zie je dat in je eigen omgeving, dat opwekken? Nou, door die verbinding te brengen met andere mensen. En allebei, meerdere mensen, daar input aan te leveren, ontstaat vanzelf iets nieuws. Dat werkt jezelf. Dat bent u dan eigenlijk zelf, hè? De koersmotivator. Inderdaad, ja. Ik vond het leuk, wat ze zei over Dorian van Rijsselberg. Als nou de Olympische spirit gaan gebruiken voor die verandering in de realiteit toe te passen en dan de filosofie van de ecologie en de economie op elkaar afstemmen en heet dan de Ecolympics. De Ecolympics, zo zie je. Die zoeken de hele tijd naar nieuwe woorden voor nieuwe realiteiten om die toekomst dichterbij te brengen. Nog iemand die iets is opgevangen denkt, wauw, dat was heel bijzonder of daar moet ik iets over zeggen. Ja, ik wist het. Toegewijde aandacht. Ja, wat betekent dat voor uzelf? Nou, ik werk vooral in de gezondheidszorg. En bij de medewerkers is heel veel toegewijde aandacht. En ook de ontwikkelingen die hier gesignaleerd zijn, buurtzorg, zorgcoöperaties, zijn allemaal ontwikkelingen die dat kunnen ondersteunen. Dus hoopgevende trendreden. Oké, okay, dank u wel. Ja. Ja, ik zie een grote nadruk op kracht, werd net ook al genoemd. En ik zie daar een heel sterk verband met bezieling, zeg maar, wat ook terugkomt in toewijding. En verbinding. En ik denk dat je daaraan kunt koppelen, zeg maar, het verminderen van de aandacht voor het ego. En hoe brengt u zelf bezieling bij de mensen om u heen, in uw eigen cirkel van vertrouwen? Nou, ik richt me op het bewustmaken van de organisaties, van dat het nieuwe werken veel meer gaat over bezieling en verbinding en minder over alleen maar plaats en tijd onafhankelijk werk en dergelijke. Oké, goed. Iemand nog iets te zeggen, te melden of te vragen naar de trendwatcher, of hebben de trendwatcher niet te vragen aan de andere trendwatchers in de zaal? Achterin, Marcel. Ja, achterin. Kan ik ondertussen even vertellen dat Marianne Thieme ook meekijkt? En wat haar vooral opviel was, in de barsten van het oude groeit het nieuwe. En dan iets meer politiek getint schrijft ze ietsje later. In de trendreden wordt meer zinnigs gezegd dan in de alle acht de grote lijsttrekkersdebatten bij elkaar. Het is inmiddels een trending topic geworden, begrijp ik. Er werd gesproken dat er voor 2030 een datacrisis gaat ontstaan. Dat het nu nog een geweldige speeltuin is. Maar tegelijkertijd wordt er gesproken over een datapiloot als een nieuwe functie. Hoe ruimt dat met elkaar? Hoe ruimt dat met elkaar, die datapiloot met de datacrisis? Ronald van der... Nou ja, je gaat natuurlijk een aantal nieuwe disciplines en beroepen krijgen. En dat is een kwestie van vallen en opstaan en dat leren. En wat wij willen aangeven is dat die trend naar big data onomkeerbaar is. Maar waar dingen goed gaan, neigen ze ook af en toe wel eens gewoon gigantisch fout te gaan.
En dat is eigenlijk wat we hiermee willen zeggen. Maar er is geen ontkomen aan, dus we moeten daar nieuwe kennis over opdoen en veel experimenteren. En nogmaals, dan gaan er ook wel eens dingen fout. Eigenlijk leren zwemmen. Nou ja, ieder didactisch proces gaat altijd gepaard met fouten maken, want dingen die goed gaan, daar leer je niks van. Dus het is eigenlijk maar heel goed ook dat het gebeurt. Ja, oké. Okay. Goed, voldoende antwoord? Ja. Daar. Ah, u nog? Vertel. Herkenning. Er gebeurt al heel veel. En dat hoort natuurlijk ook, anders komt het niet in de trend. Maar ik zit zelf in een initiatief wat zich bezighoudt met, dat heet dan stromend onderwijs. En dat is, dan zie je allerlei mensen bij elkaar komen, ook in zo'n onderstroomend onderwijs. Aan de buitenkant ziet eruit wiskunde, Nederlands leren. Maar er is onder die laag heel veel onvrede over de manier waarop wij kinderen in het onderwijs zaken leren. En daar wordt ook concreet aan gewerkt. Wat wil dat zeggen, dat stromende? Hoe brengt u dat in de praktijk? Er komen allerlei dingen in samen. Aandacht is een van de zaken. Die toegewijde aandacht, die komt ook bij u terug? Bij mij. Nee, ik bedoel bij wat u onderwijst in dat stromend onderwijs. In het stromend onderwijs zitten allerlei initiatieven die gewoon inspelen op wat ik hier hoor aan trends. Dat gaat over stilte, dat gaat over flow, dat gaat over allerlei zaken die te maken hebben met bezinning en circulair denken. Oké, het is ook een leuk paradox, hè? Van je wil natuurlijk de twitterloze maaltijd en ondertussen ben je trending topic. Oké, Nou, wat me bezighoudt is de samenhang tussen de inhoud van de trendreden en de peilingen voor de verkiezingen van morgen. Oké, vertel. Nou, jullie signaleren trends in de samenleving, maar wat er verteld is zie ik nog niet helemaal terug in de peilingen zoals ze nu zijn voor de verkiezingen van morgen. Is dat erg of is dat hoopvol? Ik zou graag een van de trendwatchers daarover. Okay. Ja, is dat erg of is dat hoopvol? Verband tussen trend en verkiezingen. Het is allebei. De politiek loopt altijd een klein beetje achter bij de maatschappij. Dat heb je wel eerder gezien. Ik moet eerlijk zeggen, in 1989 kan ik nog zo het beeld herinneren van Ruud Lubbers, die bij de presentatie van de jaarplannen op het bordes stond en zei van, het lijkt wel alsof er in Nederland een enorme periode van sociale vernieuwing is aangebroken. En wij hebben het nog niet gemerkt in de politiek. Nou, dat is nu weer aan de hand. De politiek loopt altijd een beetje achter. De hoop zit erin, is dat je in de media wel kunt lezen, dat de media ook vermoeid raken met de manier waarop de verkiezingen nu aanlopen. Dus er zit verandering in de lucht. Alleen het gaat langzamer, zeker in de politiek, dan je denkt. We zeggen ook niet voor niks in de trendreden, de burger is steeds vaker zijn eigen regering. We doen allemaal een stap opzij en op het moment dat echt in grote getalen gebeurt, gaat de politiek langzaam mee. De burger, je eigen regering. Ja, nee, dat is waar. Ik zie jullie knikken. Ja. Nou, het gaat, als ik de debatten volg, dan gaat het gaat zo over de persoon en zo niet over visie. Ik hoor alleen maar iets over bezuinigingen en helemaal niet waar we als land naartoe moeten gaan, waar we sterk in zijn en wat we zouden moeten doorontwikkelen. Dat ontbreekt voorkomen. Oké, Richard, heb jij nog een leuke tweet ondertussen? Ja, er wordt ontzettend veel getwitterd. Ik denk dat zo'n beetje een derde hier uit de zaal komt, maar de rest komt vrolijk van buitenaf. Mensen die constateren dat ze met hun eigen baan gelukkig in de goede richting zitten. Hè. Dat baseren ze dan op wat ze hier langs hebben horen komen. Stromend onderwijs komt natuurlijk volop aan de orde dat mensen dat oppikken. En je ziet met name dat mensen een beetje de nieuwe woorden eruit halen. En de een zegt nou dat is geweldig en de ander zegt nee, vreselijk dat soort samengestelde woorden. Okay, een paar dus nieuwe misschien woorden dat, die, nou ja, die we hier besproken hebben, de Eco-Olympics en dat soort dingen, die worden natuurlijk goed opgepikt. En dat roept wat conversie op in ieder geval. Dus wat dat betreft maak je er in ieder geval iets mee los. En blijkbaar zijn mensen wel erg met werk bezig, want inderdaad de nieuwe beroepen als datapiloot en dergelijke, die worden erg goed opgepikt nu direct. Dus daar kun je wel aan zien ook dat de mensen goed aan het zoeken zijn. En verder is nog even een hele praktische vraag van Else Wiener, zie ik hier met name de mensen die beantwoorden goed dicht bij de microfoon, omdat het soms slecht te verstaan is thuis. Ja, kan ook, hè. Kun je doorgeven. Ja, Oké, weer twee mensen die heel dicht bij de microfoon gaan. Ja, hallo. Politici worden wel eens beticht van het gebrek aan idealen. En dan valt me op dat jullie zeggen van bij het opmerken van het gemis gaan mensen werken met het is. Het zit allemaal heel erg op het hier en nu, op de zinning, et cetera. Maar hoe kijken jullie aan tegen idealen? Hebben mensen nog wel idealen of zijn idealen nog wel hetzelfde als ze waren? Oké. Hebben mensen nog wel idealen? Ik denk juist dat die idealen heel erg belangrijk zijn en dat die heel erg leven, maar dat politici ze niet durven te benoemen. Want ze denken de kiezer is ontrouw, de kiezer is heel trouw aan zijn eigen overtuiging.
Het zoekt alleen de partijen bij die idealen naar zijn idee het meeste tot realiteit kunnen brengen. Dank je. Wat ik van de trendreden vond, ik vond het allemachtig krachtig. En wat ik voel en voorspel is dat de verliezers van morgen de winnaars van de toekomst zijn. Zeg het nog eens een keer. De verliezers van morgen zijn de winnaars of de succesvollen van de toekomst. Oké, goed. Verliezers en winnaars. Mogen we nadenken? Ik wou nog wel heel even reageren ook op die idealen. Ik denk dat heel veel politici wel idealen hebben, maar dat niemand meer de tijd krijgt A, om ze uit te spreken. En B, krijgt niemand meer de tijd om ze uit te voeren. Omdat het allemaal zo gehaast is en zo snel. Je moet snel scoren met goede one-liners en dan moet je daarmee je kiezers winnen. En niemand heeft de tijd om uit te leggen die punt aan de horizon of dat punt aan de horizon. Daar wil ik op weg naartoe en dat is niet morgen een feit en ook niet overmorgen. Maar als we met z'n allen, en dan een zo'n verhaal, dat en dat doen, dan kunnen we daar komen. En ik krijg nu hier de tijd om dat in die zin af te maken. In geen enkel debat krijg je daar de tijd voor en al helemaal niet in het echte leven dat je het ten uitvoer kan brengen. Ja, mooi gezegd. Eigenlijk zou je die trendrede 2013 ook kunnen zien als een, als een manier om tijd te nemen. Hè? Daarom spreken we hem ook uit. En we hebben hem niet. Dat stipje aan de horizon die we hier zeg maar, vandaag zetten. Welke partij, dan ben ik wel nieuwsgierig aan als we in die serie blijven, welke partij gaat ons daarbij helpen? Oeh, helemaal. Wat is je eigen antwoord? Nee, ik laat eerst even van de trend worden. Oké, goed. Richard, zet jij het eens even. Nou ja, het gaat sowieso niet door één partij gebeuren natuurlijk. Maar wat je ziet is eerlijk gezegd Partij van de Dieren en dergelijke zit heel dichtbij. Maar goed, om het niet politiek getint te maken, het is een mix. En overal zie je wel wat fragmenten terug. En dat is ook het grote probleem natuurlijk. Dat politici over het algemeen maar een jaar of 1, 2 vooruit durven kijken. En niemand gaat ons vanuit de politiek in ieder geval vertellen waar we echt aan toe zijn de komende jaren. Kunnen jullie het van politiek? Kijken we nou stemadvies van allemaal? Nee, hoor, helemaal niet, want ik zweef me helemaal suf. Zwevende hoekje. Nee, dat kan heel kort in zijn. Alle politieke partijprogramma's en dat soort dingen behouden ze een aantal van die nieuwe kleine, maar dat is nog wat onsamenhangend. Ja, die missen, zoals Christine dat terecht zegt, dat uitzicht aan de horizon. En dat lees je slechter of terug, want dat komt ook helemaal nergens aan bod. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje het manco van het hele parlementaire systeem dat we op dit moment hebben, dat de wijsmarkt van Nederland hebben georganiseerd. En dat is gewoon aan het einde van zijn lifecycle. En daar kan je een heel verhaal van maken, maar het is gewoon op. Nog meer stevens, hier gaan we erover. Nou, die idealen waar we het over hadden, hebben we nog idealen of niet? Ik denk dat ze nog heel veel hebben. Ze zijn alleen van karakter veranderd. Je hebt ooit de grote ideologieën gehad, noem het nationalisme, noem het socialisme, noem het kapitalisme. Die ismen zijn eruit. Dat waren de moderne idealen. Je hebt nou kleinere, flexibelere, postmoderne idealen van mij. Waarbij je heel snel van het ene ideaal naar het andere ideaal hebt. En dat ook niet meer in één partij vindt. Dus die partijen die nog uit een isme gedreven worden, werkt niet meer. Daarnaast hebben we één heel krachtig nieuw medium erbij voor een heleboel onzin, maar ook voor een heleboel nieuwe samenbindende zaken. Dat heet internet, waar je af welk ideaal je ook hebt, al is het van zeehondjes tot alternatieve banksystemen, je kan daar de hele wereld activeren om dingen samen zelf op te zetten. Dus ja, idealen zijn versnipperd. Tegenover staat de enorme bindende kracht van het internet. Okay, iemand van de Trendwatchers nog een stemadvies? Of houden wij ons hier verre van? Ja, Norbert. Nou, eigenlijk wil ik eventjes verwijzen naar een blog die Tom heeft geschreven. En het gaat over vernieuwers. En het hangt ook samen met politiek, maar ook met systeemverslaving. En hij heeft daar op nummer 1 gezet de G500. En wat zij eigenlijk zeggen van ja, als je nu kijkt naar het hele systeem, dan is het vooral partijbelang wat bovenaan staat. En je hebt ook te maken met coalities. En nu opeens duikt er een groep op die zegt van ja, waarom zouden we niet opeens die ene stem verdelen, 1/3 voor partij X en 1/3 voor Y, et cetera. En dan kom je opeens op een heel nieuw gedachtegoed. En dan onttrek je je aan een bestaand systeem en dan ga je dus eigenlijk een hele nieuwe wereld tegemoet. Dankjewel. Ga ik even terug naar de vragen stellen, want hij zei dat hij ook zelf antwoord zou geven. Dus wat wordt het? Nou, ik stem VVD.
Oké, okay, ja. Dit is kort maar krachtig. Ik zie weer twee mensen. Er wordt op u gestemd, begrijp ik? Stem dan op die kleine, nummer 39. Oh, dat was het. Ah, ik denk dat het een heel mooi verhaal, maar oké. Nog een stromend onderwijs? Nee, ik wou nog even terugkomen op die idealen, mag dat? Jazeker, ja. Nee, natuurlijk. Daar zitten we hier voor. Hangen in de lobby een aantal posters die uitkomst zijn van een kunstproject. En een van de vragen die daarin is gesteld is, wat is het mooiste wat je ooit nog in je leven hoopt mee te maken? En dan zie je dat daar dingen uit voortkomen die helemaal niks te maken hebben met materiële zaken. Maar dat gaat over gezondheid, gelukkig, partner krijgen, blijven, kinderen, kleinkinderen en dat soort dingen. En wat geldt voor uzelf? Wat is uw eigen antwoord? Geen kinderen krijgen meer. Geen kinderen krijgen? Oké, dat gooi ik eruit. Blijft er nog iets over? Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Oké, hemeltje lief. Eigenlijk zou je zeggen, hiermee moet het stoppen gewoon. Hier houdt het op, maar geef toch u nog even het woord. Ja, ik wou nog even over die politieke partijen zeggen. Dat je op Twitter ziet dat alle partijen het lekker naar zich toe trekken. En dingen herkennen in de trendreden. En zeggen, kijk, dat komt bij ons vandaan. Ja. Oké, zo is de cirkel weer rond. Yes, Tom is blij. Tom, ja, dat is precies het doel gebruiker. Ja, oké, Tom is blij. Dan zijn we allemaal blij. Ja, ik ben ook heel blij met deze opmerking, want ik zat net al de hele tijd met mijn vinger in de lucht. Want ik wilde nog even benadrukken dat wij juist niet een politiek doel primair nastreven streven met de trendreden. En al helemaal niet over stemadviezen gaan. En ik wilde gaan zeggen, als je maar ver genoeg uitzoomt, dan zie je de samenhang van de dingen. En als die politici nou ook in staat zijn om wat verder uit te zoomen en dan de grote lijnen te zien, dan kunnen de dingen weer gaan stromen. Oké, we stemmen op verder uitzoomen de politici. Dat is ja, ik zit zo eens te denken over al die politieke partijen. En ik hoop dat ze straks vreselijk een heel mooi gelegenheidswei gaan vormen. En goed samenzwermen. Een gelegenheidswei. Dat is eigenlijk een kabinetsformatie. Ja, ik ben heel zenuwachtig, want ik kreeg tijdens de trendreden een berichtje van mijn vrouw dat de ontsluiting is begonnen. Dus. Oké, okay. Nou, Tony, jij mag weg. Jij mag weg. Feliciteren. Oh, gelukkig zijn. Geen kinderen krijgen. Wel kinderen krijgen. Het gaat gewoon alle kanten op. Nog meer mensen. Zijn er vingers die ik over het hoofd zie? Ja, kort. Kort, wat ik heel erg wil benadrukken. Als het gaat om de pols, beetje harder. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja? Er wordt compleet geen aandacht gegeven aan die partij. Dat betekent dat alleen datgene wat nu in stand gehouden wordt, zijn de grote partijen. En ik vind het heel erg belangrijk om te benadrukken dat juist bijeenkomsten als deze ertoe bijdragen dat je ook bewust bent van het andere. Ja? Ja, dank u wel. Nog vingers. Ja. Wat ik heel mooi vond, is de benadrukking van de samenhang en de complexiteit. In de praktijk willen we heel vaak voor eenvoudig en snel gaan. Terwijl we amper de context begrijpen of wij onszelf te raden gaan, snappen wij het goed en durven wij ook de juiste vragen te stellen. En pas als we dat durven doen, zullen we ook daadwerkelijk vernieuwing realiseren. Oké, ga niet langer voor eenvoudig en snel, want dat werkt niet en het helpt niet. Ja, ik heb nog wel een vraag. Ik heb zelf een beetje het idee, we zitten in een vliegtuig, dat stort neer en er wordt nog even koffie uitgedeeld alsof er niks aan de hand is. Hoe snel moeten deze wijzigingen eigenlijk gaan gebeuren? Want ik denk toch dat eigenlijk een klap aan het. Ja, we gaan het vragen aan de stewardessen die in het vliegtuig zitten. Hilde? Kom je mij toe? Ik ben SD-vragen. Ik denk dat de oplossingen komen vanuit individuen en die kleine schakels waar we over gesproken. En dat we die mensen juist de ruimte moeten geven. Dus kijk naar partijen als de politiek, die juist ZZP'ers of coöperatieve samenstellingen stimuleren. En dat die de ruimte krijgen om dus oplossingen te bieden voor ja, een doek of iets wat ons kon opvangen uit het vliegtuig. Oké, dankjewel. Maar hoe snel moet je die verandering gaan? Hilde, toch maar eventjes. Ik bedoel, zitten we in de eerste op het vliegtuig, ja of nee? Ja, je kan het hebben over revoluties en over evoluties. En vaak heb je die evolutie eerst nodig om een opslagpunt te bereiken waarop ineens de muren gaan omvallen. En we hebben het nu over heel veel muren, politieke muren, technologische muren, ecologische muren. Als maar genoeg mensen tegen de muren aan blijven duwen, dan vallen er op een gegeven moment genoeg stenen uit. En dat gebeurt voortdurend. Ja, ik hoor iemand ja roepen.
Ja, de vraag is, het is een curve en er zit ergens een tipping point. En ik heb het gevoel dat we ergens aan het hoekje zitten. Ik heb niet, dit gaat nog wel eventjes duren, maar ik denk wel dat we voor het moment zitten, hè, gezien de hoeveelheid mensen die hierover over hebben, dat het wel eraan zit te komen. Okay, u bent optimistisch over dat omslagpunt, dat het er op tijd aankomt. Ja, op tijd. Ik denk dat er toch een periode van chaos gaat optreden. Die zullen we nodig hebben om met elkaar na te denken over nieuwe concepten die in een nieuwe wereld wel werken. Maar wat heel bemoedigend is dat deze zaal zit vol mensen die al bezig zijn met die concepten na die chaos, om daar vorm te geven. En dat is bemoedigend te zien. Hey, absoluut, absoluut. U haalt me de woorden uit het hart. Ik word een beetje zenuwachtig van Tony. Dat gevoel heb ik nu. Als we het hebben over wat goed is, komt snel. En als we het hebben over het kleine, wil ik je heel graag adviseren, Tony. Go. Ja. Goed, wil ik er niet weg. Uiteindelijk is de beslissing natuurlijk helemaal aan Tony zelf, want hij is de regisseur van zijn eigen leven. He, Tony, ze willen verder geen druk op je uit. Wil je voortijdig gaan, dan ben je verexcuseerd. Nog een leuke Twitter, Richard. Nou, dat wordt natuurlijk goed meegeschreven. Oké, kijk, als Tony weggaat, dan gaan wij gewoon afronden. Dan heeft hij ook niets gemist van het debat. We hebben nog een paar praktische dingen. Voordat we straks met z'n allen elkaar gezellig op koffie en dergelijke gaan drinken. Ik wil de trendwatchers om te beginnen vragen om alvast een stapel trendredes te pakken. Heel fysiek, gewoon van papier. Hij is ook digitaal straks beschikbaar. Maar we hebben nog twee onderdelen voor die tijd. Dat is straks Ruben van Gogh. Die heeft een gedicht geschreven, zal ook nog wat van zichzelf voordragen. Maar allereerst, hij zit achterin volgens mij, Vincent Ariens, want... Is there an app for that? Een applaus. Ja, voor er is een Arie. App voor de trendreden gekomen. En Vincent weet hoe het werkt. Kijk eens, je krijgt alle elektronica aangereikt. Wat kunnen we verwachten van de app van de trendreden? Vind je het goed als ik eerst een aantal andere dingen zeg? Maar ja, natuurlijk. Ik ben namelijk voornamelijk betrokken aan de achterkant van de trendreden met de organisatie. En mijn analyse tools van de sociale media die slaan op dit moment een beetje op hol. En ik dacht, ik ga dat toch even kort met jullie delen wat er zo gebeurt. Je zei het al, trending topic. Hartstikke leuk, maar niet zo'n beetje trending topic, gewoon nummer 1. Dus we doen het goed. We staan boven alle politieke partijen, alles wat er maar gebeurt. Uiteraard. Vanzelfsprekend. Ja. Daarnaast bereiken we zo'n 450.000 tot 500.000 mensen met duizenden tweets, die kan ik niet meer tellen. Impressies, aantal tweets die mensen lezen, gaat richting de 3 miljoen. Dus dat is gaaf om te zien. Jullie zien al die camera's en dan denk je in een livestream, is dat ergens goed voor? Nou, er kijken meer mensen live mee dan dat er hier zitten. We hebben gemiddeld rond tussen de 200 en de 300 kijkers die meekijken. Je kunt hem ook nog later terugkijken, dus daar was ik van onder de indruk. En ook heel blij mee. En je ziet dus eigenlijk dat we vooruit gaan met de trendreden. 3 jaar geleden begonnen we in ook een kleinere zaal, hier kleinere ruimte, alles wat kleiner. Laatste afgelopen keer tienduizenden keren gelezen. Ik hoop dat het nu naar de honderdduizenden keren gaat, Tom. Dus laten we daarvoor gaan. En nou ja, wat dan niet mag ontbreken is natuurlijk een mooie iPhone-app. Dus ik weet niet wie van jullie een iPhone heeft. Ja, nou, ik zou zeggen, ga even naar de App Store. We hebben hier vrij stabiel en goed internet. Dus ik denk dat het gaat lukken als we hem allemaal tegelijk downloaden. Kost me dat? Dan kost je niks. Het leuke is, je kunt de trendreden daar teruglezen. Niet alleen die van dit jaar, maar ook van de afgelopen jaren. En wat ik een hele gave functionaliteit vind, en daar zal ik het bij laten, is dat je ook kunt tussen de trendreders kunt gaan vergelijken. En dat is misschien voor de mensen aan deze kant wat vervelend. Want je kunt nu ook zien of bijvoorbeeld het thema MVO, dat komt in bijna alle trendreders, komt dat terug. En je kunt nu de stukjes waar dat in terugkomt kun je gaan vergelijken. Dat doen we met een zogenoemde techcloud. De knop daarvoor heet Explore, maar ik zou vooral zeggen, ga dat zelf ontdekken. Download hem, verspreid het, vertel het verder en zorg dat het nog groter wordt dan het al is. En dan zijn wij allemaal heel blij, denk ik. Ja, zeker. Dankjewel. En de app. Richard, wie van ons gaat nou de trenddichter aankondigen? Jij hebt hem aan de telefoon gehad, dus jij bent vooral verantwoordelijk voor Ruben. Ik ben verantwoordelijk voor Ruben van Gogh. Maak een hartelijk applaus. Jij krijgt het. Dankjewel. Mijn naam is Ruben van Gogh.
Ik ben dichter en ik zit zowaar meerdere malen per week hier in Sweets to Meet te werken. Dat leven ben ik altijd, die komt melden. De tredreden, de Maya's en een nieuwe bundel. Goed. Ik heb een gedicht op de trendreden geschreven, of geïnspireerd op de trendreden. Ik heb hem zelfs net nog aangepast met een kleine detail. Dat kwam door de VVD. Dat is dan meteen het enige positieve dat mijn beroepsgroep over deze partij kan zeggen op het ogenblik. Maar toch, alle kleine beetjes kunnen tot grote gehelen leiden. Ik zal eerst één gedicht voordragen ter algehele introductie en dan het gedicht gebaseerd op de trendreden. Ik was van plan een ander gedicht te doen, maar toen kregen we het over de politiek als zeg maar tegenhanger van wat hier gebeurt. Dus ik dacht, ik schrijf mijn gedicht, ik lees mijn gedicht pijloos. Dat ik heb geschreven bij 1 voor de verkiezing. U weet het misschien, die glazen arena die hier in Utrecht voor de rechtbank staat. In deze glazen arena, waar de peilingen als hyena's met tandeloze bekken rond stuiptrekkende kijkcijfers blijven sluipen, terwijl de kiezers het liefst veilig in hun warme nesten zouden kruipen, doen de lijsttrekkers hun stinkende best om ze nog iets lekkers voor te houden. Niemand hapt meer toe. Iedereen is al zo moe van al dat kijken, dat de loze beloftes als bleke slingers blijven prijken rond dat blok aan hun been. Dat ene blok van iedereen dat dieper en dieper de put inzinkt. Is het goud wat daar tussen hun tanden blinkt? Nee, het is het zwaard van Damocles, dat de lijsttrekkers bij de les zou moeten houden, opdat zij zich niet snijden aan hun dubbele tong. De waarheid valt niet te vermijden, knelt als soort van wrong in hun strakke nekken. Ze spreken, het is preken meer voor eigen parochie, ze willen dat ene punt nog maken, maar creëren juist die put die nou net door hun had moeten gedicht en waarin pijloos diep die zwevende kiezer ligt. Ik was er laatst ook achtergekomen. Volgens mij bestaan zwevende kiezers helemaal niet. Volgens mij weet iedereen heel goed wat wil. Maar zweven die partijen zo de hele tijd zo heen. Dat heb ik een beetje idee. Goed. Als jullie de trendreden hebben gehoord. En dat hebben jullie net. Tenminste de mensen die niet zaten te twitteren. Dan heb je een hele hoge intensiteit van woorden voorbij horen komen. Dat was eigenlijk qua tekstintensiteit was het wel te vergelijken met een gedicht. En nu kun je als dichter twee kanten op. Ik vind hoe ik als dichter in de wereld sta, is eigenlijk dat een deel van de gebeurtenissen die gebeuren eigenlijk leiden tot gedichten die als het ware een soort trendreden zouden kunnen zijn. En andersom, als je dan zo'n trendreden hebt, ga je weer terug naar ja, gewoon beelden uit het dagelijkse particuliere leven. Nieuwe kringen. Wie ooit sigarettenrook heeft gezien onder een microscoop, weet dat losse tikjes van individuele moleculen op macroschaal de modulen vormen voor de kringen die je opa blies. Ik zoog die beelden op als een spons. De toegewijde aandacht waarmee hij eerst de lucht inhaleerde, zijn mond die zich als een O manifesteerde, de kringen die dan door de kamer dreven. Zo weinig was er nodig voor een wonder. Mijn opa leeft niet meer en mijn leven is vol gedoe en gedonder. De grote gebaren heb ik al moeten laten varen. Ik ben nu halverwege mijn eigen levenspad. Hoor je dat? Om ons heen komt van overal getik. Ontstaan weer nieuwe kringen. O, zeg ik, o. En mijn praten wordt vanzelf al zingen. Dankjewel, Ruben van Gogh, voor deze gedichten en de nieuwe woorden zijn de taal van de toekomst die de toekomst creëren. Richard, ik denk dat we er doorheen zijn, ja. Waar of niet? Nog één punt, hè? Nog één punt, ja, dat is het cadeau zelf. Want de trendreden 2013 is een cadeau van onze trendwatchers aan Nederland. Een cadeau moet natuurlijk uitgereikt worden, dus ik denk dat wij onze taak gaan doen aan het werk. Hartelijk dank voor de aanwezigheid hier. Tot volgend jaar. Ja, graag gedaan.